Zien we daar de baasje maar? Die misschien wel haar dromen op papier heeft gebracht. Want in dat boek, dat sporten, dat is natuurlijk wel het thema, althans het lijkt zo van de buitenkant, maar er gebeuren allerlei andere dingen in. Er wordt gedronken, er wordt gezongen, er wordt gekotst, geruzied, gezoend, geschalst, gevoost. En dit is maar een klein stukje om je een indruk te geven van de rijke fantasie van deze debatterende actie. Nieuwe schrijvers, inmiddels op de uitgeverij komen, raden we altijd aan heel dicht bij zichzelf te blijven. De personages in deze roman zijn, zoals dat in, ja, dat is, ik weet het Nederlandse woord niet, het Engelse woord is quirky. Een beetje anders, grappig, en ze zijn heel erg oorspronkelijk. Betty, een van de personages die jullie vanavond gaan leren kennen, als jullie niet de televisie aanzetten, maar met het boek op de bank zitten. Betty is een van de irritantste mensen in de geschiedenis van fictie. Maar als je het boek dichtslaat, dan ga je toch een beetje van de houden. En dat is knap. En daarin zie je dat je veel, tot veel in staat bent als acteur. Ik zou wel wat willen voorlezen, maar ik zie dat toch niet helemaal als mijn taak om uit jouw boek te gaan zitten voorlezen. Waar is dat boek trouwens? Maar er zijn toch een paar scènes, en jullie gaan ze straks ook tegenkomen als je gaat lezen, die echt heel grappig zijn. De hotelscène waarin Emma voor het eerst als voor een hoer wordt aangezien. Of de scène met Betty en Emma en haar moeder in de auto. Waar de ongemakkelijkheid echt van afspat. En dan komt er weer dat ongemakkelijke. Je weet dat heel goed te raken hoe dat tussen mensen werkt. En hoe gesprekken een bepaalde kant op kunnen gaan. Waardoor de een zich lekker voelt en de ander zich totaal niet lekker voelt. En als lezer ga je daar heel erg makkelijk in. En als je die scènes leest, ja, dan kan je ook bijna niet anders, en zeker voor jullie, want jullie kennen ze maar allemaal goed, dat je haar voor je ziet, dat je haar ziet glimlachen en gniffelen. Meegaan met de personages, dat is echt knap. Ik kan nog wel even doorgaan, Shemara, maar het lijkt me toch goed om nu even af te ronden. Ik ga je zo meteen het allereerste exemplaar overhandigen. En je moet daar heel erg trots op zijn. Girl. Je enthousiasme, je tempo, je vermogen om entertainment echt serieus te nemen en iets te schrijven met je toekomstige lezers zo duidelijk voor ogen. Dat is echt talent. Wat er verder gaat gebeuren met je boek is in de handen van het lot. En ja, wat ik dan maar noem, het geregisseerde toeval. Het gaat de wereld in, de wereld gaat er wat van vinden. Dat is altijd pittig. En dat kan de goede kant uit gaan en dat kan op het moment zijn dat je denkt, wow, daar ben ik het nou helemaal niet mee eens. Maar dat is publiceren, want je gaat naar buiten. Ondertussen achter de schermen werken wij er hard aan om dat boek overal in beeld te krijgen. Het ziet er lekker uit, dat zie je ook op die poster. Het biedt een vooruitblik, want deel 2 en 3 staan al in de stijgers. Er zijn in Nederland heel veel boekhandels, ook buiten Polaris zijn er nog winkels. En online kunt u natuurlijk ook altijd terecht. Voor nu, geniet ervan. Het is het mooiste moment nu. Ik wil je heel erg feliciteren. Succes met deel 2 en deel 3. We zijn ook al bijna. En ik ga jou nu toch iets afhandigen. Even kijken, welke volgorde? Dat is wel een beetje duidelijk. Ik denk eerst de grote, want toch een beetje de spanning wel in. Ja, de grootste mag je aanpakken. Ja, ik wil eigenlijk niet. Het is meer een aanmoedigingsprijs. Een aanmoedigingsaandenken. Dat is met jou. Een joggingpak. Leuk. Mooie handen. Dus als je straks terugkomt, vannacht je laptop en je neemt de douche, dan ja, vannacht mijn laptop. Ja. Ja. Als je maar met heel veel plezier, geef ik jullie het allereerste examen. Heel erg bedankt. Mooi hoor. Nee.
ook bij bol.com te krijgen. Absoluut. Ja, ja. Ik moet even aantrekken. Ik weet niet of het goed gaat om de wachten op zo'n leuke trap, maar ik ga het proberen. Ik leg hem toch even neer. Dank je wel, moeder. Dit was dus mijn binnenkomer en dat is natuurlijk gerepeteerd. Ik ben ontzettend blij om hier vandaag te mogen staan. Met alle dierbare mensen om me heen, want dat zijn jullie allemaal. Jullie hebben vandaag de moeite genomen om dit met mij te vieren. En dat vind ik heel erg bijzonder. Dus mijn dank dat jullie hier zijn. Ik vind het mooi. Dat wilde ik als eerste zeggen. Dat vind ik heel erg belangrijk. Sander, dankjewel voor die mooie woorden. Ik ben er een beetje stil van. Ik had dat voorbereid van tevoren. En je hebt al best wel wat dingen verteld die ik zelf wilde vertellen. Dus ik zal me voornamelijk gaan richten tot de dingen die jij nog niet hebt verteld. En dan begin ik met een verhaal van toen ik 10 jaar oud was. Toen ik 10 jaar was, ging mijn moeder voor een semester naar Amerika. En voor 3 maanden. En dat vond ik heel erg moeilijk. En ik mocht mijn kamer afstaan aan mijn opa en oma, die heel goed voor mij zorgden. Mijn oma staat daar overigens. En ik kreeg een plek achter de kast in de kamer bij mijn ouders. En dan had ik een matrasje en een lampje, er waren natuurlijk geen ramen. Als je een beetje een beeld erbij wil hebben, dan moet je gewoon denken aan Harry Potter. Een beetje dat idee was het, maar wel heel liefdevol hoor, dus geen zorgen. En in die tijd las ik extreem veel boeken, echt extreem veel boeken. En mijn zus die vond het helemaal niks, vond het helemaal niet leuk in de stad, dat daar. Het echt vreselijk, ik dacht van wat een boekenwurm, zit ze weer in de boeken. Maar voor mij was dat wel een manier om het missen van mijn moeder, in die tijd was natuurlijk geen Skype, het was alleen een fax en nou, gewoon andere tijden, om daarmee om te kunnen gaan. En ja, toch even ontsnappen aan de werkelijkheid. En daar is de liefde voor de letter voor mij ontstaan. Nog niet het idee om te gaan schrijven zelf. Ook al had mijn moeder daar al het grootste plan mee toen ik heel klein was. Want bij ieder verhaal dat ik thuis kwam, zei ze, jij moet later gaan schrijven. Ja, en altijd als je ouders dat zeggen, dan ga je dat juist niet doen. Dus dat ging ik ook echt niet doen. Ik ging heel hard studeren en ik wilde mijn best doen. En nou, toen ik heel erg mijn best aan het doen was op het VWO, op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik moet die boekenlijst een keer allemaal gaan lezen bij Engels. En Jane Austen, daar krijg je 5 punten voor. Zo, dat was mooi. Dus ik ging naar de bibliotheek Jane Austen halen. Ik dacht, nou super. Dus ik dat boek lees, Pride and Prejudice. En ik was verkocht. Ik dacht, wauw, dit is echt mooi. En ik ben over mijn punten heen gegaan natuurlijk voor mijn boekenlijst. Dat snap je nu. Ik heb alle boeken van Jane Austen gelezen. Dus dat was gewoon heel makkelijk. En bij overhoren uiteindelijk tijdens mijn examen wist ik het beter dan de leraar, want ik had ze al 100 keer gelezen. Dus dat was ook heel erg makkelijk voor mij. Maar toen is wel de liefde ontstaan ook voor de romantiek en alles wat daarbij hoort. Maar Jane Austen deed dat in die tijd op een hele eigentijdse manier. En dat zal nu misschien een beetje ouderwets zijn, maar destijds was het vooruitstrevend. En nou ja, dat probeer ik ook een beetje te zijn. Ik zeg heel voorzichtig, want ik zal me niet durven meten aan Jane Austen uiteraard. Nou, dan ga ik iets verder in de tijd. Ik was zwanger van Mette. En ik had de jaren daarvoor heel hard gewerkt. Heel druk bezig in Excel sheets en zo, dat soort dingen. Dus daar was ik wel heel erg bedreven in. En toen had ik verlof en toen dacht ik van, jeetje, ik heb 4 maanden de tijd. 4 maanden! Ik hoef 4 maanden niks. Ik hoef 4 maanden niet te werken, helemaal niks. Dus ik dacht, nou, ik ga schrijven, want dat is, ja, dat ga ik gewoon doen. Dus ik had een schemaatje gemaakt van, nou ga ik schrijven. En toen werd ik met geboren. Zo, daar loopt ze. En toen kwam het toch, heel eerlijk gezegd, een beetje op een laag pitje. Maar dat idee van ik wil schrijven is wel echt ontstaan toen ik zwanger was. En toen ik dacht van ja, ik wil toch wel wat neerzetten, ik wil toch schrijven, ik wil toch iets doen. En dat ben ik toen door gaan zetten. Toen zei uit die nachten en zo, wilde dat soort dingen. En toen had ik al meer tijd over en toen ben ik daaraan begonnen. En ben ik heel druk bezig geweest. Met in mijn eentje, achter de computer en maar gewoon gaan schrijven en doen. Nou, daar is manuscript 1
uit is gekomen. Dat is Prosecco en zo. Daar heb ik wat bij wat wedstrijden ingestuurd. Heel veel mensen weten er ook van, omdat ik ook nog bij Tempeetjes, dat bestaat volgens mij niet meer sinds kort. Maar daar heb ik ook nog aan meegedaan. En helaas is dat toen niets geworden. Maar aan de andere kant misschien ook wel goed. Want ze zeggen wel eens, ja, je eerste manuscript is om het te leren. En ja, je wordt steeds beter naarmate dat je meer doet. Dus op een gegeven moment toch Prosecco zo aan de kant geschoven en begonnen aan een nieuw manuscript. En ingestuurd bij de Coffee Company Book Award. Eigenlijk, heel eerlijk, wilde ik het niet insturen. Ik durfde het niet aan, omdat de literatuur boven stond. En ik dacht, nou, dat wordt lastig. Maar mijn man heeft mij tegen mij gezegd, doe het. En toen ben ik uiteindelijk heel blij geweest dat ik het uiteindelijk ook heb gedaan. En dat is ook, je moet ook je kans pakken wanneer die voor je neus staat. En dat is gewoon echt heel erg belangrijk. Nou ja, dat heb jij volgens mij al een beetje verteld. Marco die staat daar, die heeft gewonnen. En terecht de winnaar, hartstikke goed. En, maar ik was ook een beetje de winnaar, vond ik zelf. En dat heb ik ook volgens mij zelfs nog op die dag zelf tegen Marco gezegd. Heel gênant. Maar, sorry Marco. Ik voelde me een enorme winnaar om daar überhaupt te staan. En met in gesprek te zijn met Sander. En dat Sander ook zei, die woorden die hij zei van je mag bij mij langskomen. Toen dacht ik echt van wauw, je mag langskomen bij een uitgeverij. Dat wil ik heel graag. En nou ja, toen zijn we heel hard aan de slag gegaan met Bootcamp. Wat wel heel erg typerend is, is inderdaad dat de hoofdkarakter van het boek Bootcamp is niet zo heel sportief. Nou, dat zou je ook van mij kunnen zeggen. En, maar daardoor kan ik er ook heel goed over schrijven. Maar zo'n anderhalve maand geleden begon het wel een beetje te kriebelen, want ik dacht, ja, het is bijna zover, strak pakje, bootcamp, en dan ben ik zelf zo'n uitgezakt type. Dat lijkt me niet zo handig. En toen dacht, nou ja, een vriendje zei, ga maar mee naar de sportschool. Ik zei, oké, ik ging mee naar de sportschool met haar, zo van, oké. En die personal trainer die zag mij en die zei tegen mij van wat wil je? Ja, ik heb over anderhalve maand heb ik, ja, een strak pakje, boekpresentatie. En ik wil niet al te uitgelubberd zijn. En hij keek me aan en ik zag werkelijk paniek in zijn ogen. En toen dacht ik, oh, dit wordt heel zwaar. Nou, ik heb aan de lijf ondervonden dat het heel zwaar is. En ik heb een paar keer ook tijdens het gewicht even tegen gezegd, ja, maar ik wil niet dat mijn spierballen eruit knappen. Nee, dat kan niet hoor, die spierballen die knappen heus niet uit je strak pakje. Dat kan echt niet gebeuren. Maar ik was er wel echt wel heel erg bang voor dat dat zou gebeuren. Maar, nou ja, ik was het allemaal goed. Was het allemaal nog wel. Ik kan heel goed mee bewaren. Nou, dat heb ik ook allemaal ervaren tijdens mijn tocht van het schrijven. Ik heb heel veel plezier als ik schrijf. Op het moment dat ik aan het schrijven ben, gaat er een nieuwe wereld open en stap ik daar naar binnen. En ja, is het ook heel moeilijk om mij daar weer uit te krijgen. Dus het is voor mij, ik leef in die wereld. En dat is gewoon, ja, gewoon heerlijk om daarmee bezig te zijn. Alleen de afgelopen jaren ben ik daar heel veel in mijn eentje mee bezig geweest. En, als je daar, en ik heb natuurlijk wel feedback gevraagd van mijn ouders, die hebben daar mij ontzettend in geholpen. Maar die vinden ja, mij altijd fantastisch. Dus ik kreeg ook niet heel veel feedback. Ik kreeg wel feedback, maar dat was allemaal heel positief. Nou, daar is mijn moeder natuurlijk niet mee eens. Maar, en toen ging ik insturen bij Hedy. En dat was natuurlijk, waar staat Hedy? Ja, daar helemaal achter verstopt natuurlijk. En toen kreeg ik feedback terug. En ik was zo ontzettend blij. Omdat je kan alleen maar beter worden op het moment dat je feedback krijgt. En ik geloof er ook heel erg in dat jij mij zoveel beter hebt gemaakt. En daar ben ik je heel erg dankbaar voor dat je dat hebt gedaan. En daar ben ik ontzettend blij mee. En nou, dank daarvoor. En daarnaast hebben we het natuurlijk ook altijd heel erg gezellig gehad. Dus Xander Uitgever zit in een ruimte met ook architecten. En ook andere mensen die gewoon serieus aan het werk zijn. Maar waren ook heel serieus aan het werk. Maar dan kwam soms echt schaterlachend, kwamen we volgens mij door die glazen ruimte door ons bulderen van het lachen, want we hadden weer een hele goede grap bedacht. Dus dat is ook waar een strak pakje is ontstaan, zo samen in dat kamertje, zwetend om het beter te maken. Ook al zei Sander dat het dan naar bloemetjes rook als hij naar binnen kwam, maar ik geloof het niet helemaal. Dus dank daarvoor, Hedy. Sander, feest. Je moet het nog gaan waarmaken bij mij. Oké. Ik heb allemaal hele mooie verhalen over jou gehoord, over dat jij van feesten houdt. En ja, vanavond is de ultieme uitdaging. Allemaal dames van 130 plus.
die naar karaoke bars gaan. En je bent er heel op bestand volgens mij. Studentenhuisje, allemaal dingen die van de muur afvallen en plakken, haringen. Maar ik ben benieuwd. Ja, hè? Ik ben benieuwd of je dit ook aan kan. Dus hierbij de uitdaging. Oh, wauw. Dus ontzettend bedankt voor jouw blinde vertrouwen. Want zo heeft het voor mij gevoeld dat ik bij jou op gesprek heb gekomen. En mijn idee aan jullie mocht vertellen. En dat een ontzettend goede samenwerking. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Jij doet het, hè? Ja, samen met jullie. En Marieke, ik wil je ook heel erg bedanken. Ja, bij ons begint het ook. We hebben de afgelopen week heel veel contact gehad. Bij ons begint het ook een beetje. Ik vind het ontzettend leuk om dat samen met jou te doen. Marieke is verantwoordelijk voor marketing. Dus dat is ontzettend belangrijk voor mij. Aangezien ik niet de meest bekende naam van Nederland heb, is dat toch wel in deze business wel belangrijk dat je bekend wordt en dat mensen weten dat je bestaat en dat je een boek hebt geschreven en dat je bekend bent bij de doelgroep die daarbij hoort. Dus daar heb ik jullie ook heel hard bij nodig. Ik wil sowieso iedereen van Xander Uitgevers heel erg bedanken, want jullie zijn niet de enige medewerkers, er werken heel veel andere mensen. En ik wil Alexandra, die ik ook even niet, ik ook even bedanken. Oh, daar ben je. Zij is stagiair en heeft ook ontzettend veel gedaan en ontzettend goede feedback gegeven. Dus ook dank ervoor.